Jullie zaten in de tram en toen? Nou, toen kwam er een andere tram ingereden. Een harde klap? Hele harde klap. Overal lag glas, rook. De vrouw naast ons zat helemaal beklemd. En onze vriendin zelf is ook gewond, maar wij zijn gelukkig niet gewond. En jij? Heel erg geschrokken? Ja, want de tram kwam precies waar wij zaten, zeg maar, naar binnen rijden. Dus al het glas vloog over ons heen. En de vrouw naast ons, die was helemaal, die zat helemaal vast. Dus je zat eigenlijk midden in de puinhoop. Wat deed men toen? Wat is er gelijk gebeurd? Gelijk hulp? Nou, er werd vooral heel veel geroepen dat men rustig moest blijven. En 112 werd gebeld. En toen moesten we eigenlijk wachten tot we geholpen werden. Dus één wat zwaarder gewond en de rest wat lichter gewond, begreep ik? Ja, de meesten hadden gewoon pijn in de rug of bloedschade. En een vriendin van ons die had heel erg last van haar oog. En de vrouw naast ons die viel steeds weg. Was buiten bewustzijn en voor de rest viel dan mee. Hoeveel gewonden zijn er, denk je? Ze zeiden iets van 20. Maar ja, dat zijn ook inclusief last van je rug of last van een oog of een bloedneus en zo. Dus ik denk dat het wel meevalt, maar ik was wel geschrokken van die vrouw naast ons. Dat zag je gelijk hulp erbij? Ja, ze zei dat ze niks meer voelde in haar benen en ze viel ook de hele tijd weg. Dus dat was wel eng. Hoe reageerden de passagiers in de tram erop? Die zeiden vooral dat je rustig moest blijven en 112 werd gelijk gebeld. Toen gingen ze tegen haar praten om er bij bewustzijn te houden. En zag je het aankomen? Ja, laatste seconde, zeg maar. Je zag dan dat het niet klopte, zeg maar. Voor mij staat Berry Wasmus. Waar staan we hier? Wat is hier gebeurd? We staan op de Broekmolenweg, hoek Vrijbandse Laan. Daar is een ongeluk gebeurd tussen een Randstadrail en een tram. Flink ongeval? Dat is een aanzienlijk ongeval. Daarbij zijn flink aantal gewonden gevallen, waaronder één zwaargewonde. Hoe is het met de zwaargewonden? Dat weet ik niet precies. Die mevrouw is door de brandweer uit de tram bevrijd. En die is onder A1 naar het Erasmus Medisch Centrum gebracht. De overige gewonden, waar zijn die heen gebracht? In eerste instantie zijn die mensen opgevangen hier in een bedrijf in de omgeving. Evenals de andere reizigers. Later zijn er 4 naar het ziekenhuis gebracht. En nu? Nu is er onderzoek gaande. Politie is bezig. Het onderzoek zal gedurende de rest van de middag in beslag nemen.